in de stad zien. Een beetje zo'nzelfde balletje als van Iersel. De Meiden staan niet voor niets in de finale, dames en heren. Dat moeten we niet vergeten. Maar wij hebben de voorsprong voorlopig van 3 punten. 6-9. Ja, zo zien we ze graag. Zeker vandaag. Sanneke is er net niet meer bij. En wat heeft Balever hier zo nog een hoop van het zand afgepikt? Zeg lekker hoor, zo moet het blijven. 11-7 voor ons, maar het Grieken ze weer. Verzwaren, wat vochtig natuurlijk na wat druppeltjes van morgen. Wel goed verdedigd, maar vooral krap van de Grieken. Blokje gepakt, oververdedigen en daarmee een puntje voor de Grieken. 8-11. Is het inderdaad dan weer van de Grieken, maar we staan nog steeds 1 punt voor en we gaan bij 21 totaal gespeelde punten ons opmaken voor die technische time-out en dat betekent natuurlijk automatisch weer swingende stapjes van onze Transavia Dance Girls. En nu mogen wij klappen, stappen, gillen voor Keizer en van Ierzo! Ja, de bal weliswaar buiten de lijnen, maar het blok getoucheerd. Dat betekent dat het 12-10 is. Keizer gaat serveren. Gelukje uit de Maas. De bal in één keer over het net.